Welkom bij het volgende filmpje. En dit filmpje gaat eigenlijk over karma. Het gaat ook over wat je nou zelf kan beïnvloeden. En over schuld. Want aan de hand van het vorige verhaal wat ik verteld heb, dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja, maar als jij bijvoorbeeld ziek wordt, of als je iets heel vervelends meemaakt, of als je pech hebt of wat dan ook, dan is gewoon je eigen schuld, want dan had je je energie maar moeten aanpassen. Natuurlijk wel heel erg om het op die manier te vertellen, want een hele hoop situaties kun je zelf niet zomaar bewust aanpassen. Er is een heel groot verschil tussen wat je als bewustzijn hebt, dus dat wil zeggen welk gedeelte kun je daadwerkelijk met je bewustzijn beïnvloeden, en welk gedeelte is onderbewust. Onderbewust is een heel groot eigenlijk onderschat gebied, laten we dat ook meteen maar met hetzelfde woord benoemen. Onderschat gebied waar een heleboel mensen nog niet in de gaten hebben dat je daar zo ontzettend veel invloed op heeft. Dat dingen die je hebt in je opvoeding hebt meegenomen, hele simpele dingen, misschien heb je vroeger een keer onterecht straf gehad van ouders, waardoor je een bepaalde overtuiging hebt onthouden in je systeem, wat vervolgens in je latere leven voor heel veel problemen gaat zorgen, omdat het nog steeds doorspeelt als het ware in je energiesysteem. Daar heb ik deze tekening even bij gemaakt om ongeveer te laten zien hoe of wat. Nee, ook dit is weer een fractaal, dus dat wil zeggen, ik zal hem even hier houden, dan zie je hem beter. Ook dit is weer een fractaal, dus dat wil zeggen, het is een uitvergroting van je energieniveau, van je energiebeeld, als het ware. Dit is eigenlijk zoals je er uitziet als je je aura meerekent. Dit hier, het middenste stuk, het hartchakra, dat is hetgeen waar je zichtbare lichaam zich bevindt, als het ware. En al deze cirkels eromheen, dat zijn al je emotievelden of al je kleurtjes in je auraveld. En je ziet dat hier overal stippen zitten. En daar zit een stip, daar zit er één, daar één, daar één, daar één, daar één. Dat zijn dus eigenlijk overtuigingen of situaties die zich hebben voorgedaan, die in je onderbewuste een bepaald spoor hebben achtergelaten. En dat spoor wat hier zit, daar ben je jezelf niet bewust van. Je weet niet dat het er zit. Je weet ook niet dat die er zit. Je weet niet dat die er zit. Maar de lijntjes die naar jou toe lopen, die zorgen er wel voor dat je daar continu mee verbonden bent, als het ware. Je hebt dus als het ware een bewust gedeelte van jezelf, waar je daadwerkelijk kunt zeggen van nou, dit ben ik en daar sta ik voor. En je hebt ook een gedeelte wat onderbewust is van jezelf, waar je dus eigenlijk totaal niks mee kan, zonder dat je weet dat het er zit. Het is gewoon echt verstopt. En ik heb op een gegeven moment met meditaties contact gezocht met dat onderbewuste gedeelte. En daar kwam deze meneer uit. Dat is een van de grootste angsten die ik heb. En hij stelde zich voor als mijn demon. En een demon wil zeggen, dat is niet iets uit de Bijbel, maar een demon wil eigenlijk zeggen een demon, een antimens. Dus je hebt de bewuste mens, zeg maar. En ook een onderbewuste mens, of een antimens. Een onmens, zo je wilt. En dat is het stuk wat je van jezelf hebt weggemoffeld. Dat is het stuk van jezelf wat je niet wil accepteren, wat je weggemoffeld, waar je je voor schaamt of waar je moeite mee hebt of wat je ooit vroeger hebt uitgespookt of waar je straf voor hebt gekregen of wat een bepaalde spanning in jezelf oproept die je niet prettig vindt of wat dan ook. En dat zorgt ervoor dat je samen met de opvoedingen die je hebt gehad en alle normen en waarden die je zijn bijgespijkerd in de loop van je leven, dat je een gedeelte hebt wat van jezelf wat afgewezen is. En dat gedeelte van jezelf wat afgewezen is, dat kun je dus zien als je demon. En daar heb ik een grotere tekening van gemaakt om dat nog wat duidelijker te maken. Die moet ik even pakken. Als je kijkt naar wit licht, dat is eigenlijk hetgeen wat je als mens zijnde op aarde, zodra je naar de aarde toekomt, heb je eigenlijk wit licht bij je. Het spectrum van dat witte licht, dat ziet er zo uit. Daar zitten eigenlijk alle kleurtjes van de regenboog, letterlijk zitten daarin.
Alleen, je komt niet zomaar op de aarde. Je komt op de aarde met een bepaalde geschiedenis. Je DNA heeft een grote geschiedenis in zich, heeft allerlei dingen opgeslagen. Je overtuiging, je opvoeding, godsdienst, geloven, wat ik daarnet al zei, dingen waar je je voor schaamt, alles bij elkaar, zorgt ervoor dat er een bepaalde code van dat hele spectrum, een bepaald stuk van dat spectrum, gewoon zichtbaar voor je blijft. Dat is iets waar je geen vooroordeel over hebt of waar je geen oordeel over hebt. En wat je van jezelf makkelijk kunt accepteren en in principe zo in de etalage zou kunnen zetten met het, een bordje erbij, dit ben ik, want hier voel je je heel happy bij. Het gedeelte waar we het, wat ik er net liet zien, die demon of die angstmens of die onmens die daar zit, die heeft dus eigenlijk de resterende energie die je dus zelf niet van jezelf bewust wil zijn, die resterende energie in jou. Maar omdat die wel degelijk deel uitmaakt van jouw energie, kan die ook, moet die zelfs, samen met jouw energie, jouw bewuste energie, dat gehele spectrum weer vullen. En het gehele spectrum heeft scheppingskracht. Dus dat wil zeggen dat alles wat hierin zit, de mogelijkheid heeft om de realiteit waar ik in zit aan te passen. En dat was dat stukje waar ik er net aan liet zien, die Flower of Life, met die verschillende emotievelden. Ik heb er hier, ik pak deze er even bij. Die Flower of Life met de verschillende emotievelden, die allemaal een bepaalde emotie in zich hebben en waar je bij elk emotieveld een bepaald gedeelte accepteert en een bepaald gedeelte niet. Of een bepaald gedeelte bewust bent en een bepaald gedeelte niet. Het bepaald gedeelte wat je bewust bent, dat kun je dus sturen. Het bepaald gedeeltje wat je niet bewust bent van die emotie, die kun je dus niet sturen. Als ik bijvoorbeeld hier de onderste emotie pak en ik pak de aarding, dan is dat het gedeelte wat bij dit stuk hoort. Dan betekent dat dus dat ik dit gedeelte zou kunnen sturen als dit mijn lichtcode zou zijn. En dat gedeelte kan ik dus niet sturen. Dat hoort bij mijn demon of bij mijn antimens. Maar omdat ze allebei tegelijk in dit energieveld moeten zitten, want het moet bij elkaar wel dit spectrum vormen, dit deel van het spectrum vormen, doet ook die demon mee met het ontwikkelen en het laten zien van mijn leven, de dingen om mij heen. Dus dat wil zeggen, je kan wel zeggen dat iemand schuld heeft aan een bepaalde situatie als je er tegenaan loopt, of als een bepaalde ontwikkeling in iemands leven heel negatief verloopt, maar het kan ook, en dat denk ik eerder dat dat het geval is, dat op dat moment die onbewuste gedeelte van zijn lichtcode actief is. Dus eigenlijk je demon aan het scheppen is. Met de bedoeling om te laten zien van, hé joh, ik ben er ook nog en ik wil je iets duidelijk maken. Ik wil je wat laten zien. En dat is een bepaald proces. En dat bepaald proces, dat is deze hier, dat is eigenlijk, ik heb het vergeleken met de 7 dagen van de schepping. Je hebt, stel ik ben hier en ik begin en ik heb een equilibrium status, dat wil zeggen ik ben volledig in evenwicht. Op het moment dat ik bijvoorbeeld zou willen weten hoe het is om te zwemmen, dan betekent dat dus dat ik niet meer in evenwicht ben, want mijn vraag is een onevenwicht situatie. Op het moment dat er een onevenwicht situatie in mijn emotie komt in de vorm van een vraag, dan zal dus mijn flower of life veranderen. Daardoor zal het effector equilibrium uit balans raken en je krijgt als eerste bijwerking licht en tijd. En licht en tijd, licht is een communicatiefactor. Tijd is de mogelijkheid die je krijgt om dingen op je in te laten werken. Dus dit is inzicht. Op dat moment dan weet je van, hé, verhip, ik heb een vraag, ik heb een onevenwicht situatie. Dus de intentie die wordt zichtbaar. Vervolgens ontstaat materie, scheiding tussen potentieel en uiting, dat wil dus zeggen de tweede dag van het inzicht. Daarin werd ook gezegd een scheiding van water en land, zeg maar. Scheiding tussen potentieel en inzicht, dan ontstaat de materie en de licht hadden we al, licht en tijd. Materie ontstaat en massa ontstaat, dus je ziet op dat moment wat er om je heen gebeurt. Licht heb je nodig om te communiceren met wat er om je heen gebeurt. En dit is hetgeen wat eigenlijk het plaatje laat zien. Vervolgens wordt dus de intentie tastbaar. Dan krijg je het derde gedeelte. Dan ga je langzamerhand met jouw bewustzijn verbinding maken. Via het licht, via die materie ga je verbinding maken met je vraag. Dus je gaat eigenlijk verbinding zoeken met wat is het nou eigenlijk, dat water.
Vervolgens ga je kijken van nou, wat zou dat water doen? Je gaat je bewustzijn als het ware erin laten afdalen en het daadwerkelijk meemaken. Je gaat op dat moment het leven zelfbewust, zoals het heet, zelfbewust worden. Dus je wordt je bewust van hetgeen wat je hebt gecreëerd en hetgeen wat er is. En vervolgens krijg je de meesterschap door, doordat je er een bepaalde intentie in vindt en uiteindelijk snapt hoe of dat het zit. Dus als je het vergelijkt met leren zwemmen bijvoorbeeld, dan moet je eerst het water zien, vervolgens moet je het in het water kunnen springen. Dan moet je kijken wat er gebeurt in alle mogelijke vorm van verzuipen en boven blijven drijven. Dan leer je langzamerhand dat je met water trappelen boven kan blijven drijven. Hier leer je zwemmen en vervolgens ben je als de dolfijn en kun je er alles mee. En dan is vervolgens de vraag van wat is zwemmen, is vervolgens beantwoord. Dus ik heb het idee dat als je deze zo bekijkt en koppelt met het andere stukje wat ik net heb verteld, dat het een heel mooi beeld geeft van wat we hier nou eigenlijk allemaal aan het doen zijn op aarde. Namelijk het beantwoorden van vragen die in je energiesysteem zitten.